De Gamersnet E3-vlogs worden mede mogelijk gemaakt door de MSI Camo Squad Limited Edition Notebooks. Onze items heeft hij net helemaal destroyed. You fucked up our items. But yeah, you did. But you know, it's okay. You know, we love you because you're... No, it's okay. Jongens, we tellen of we vieren de laatste beursdag op de E3. Het is 's avonds laat, we hebben een borrel gehad, het was één groot feest. Maar voordat we daarbij komen, ga ik eerst eventjes aan jou vragen hoe je dag was. Want jij hebt vandaag Ubisoft gecheckt. Ja, ik heb Ubisoft gecheckt inderdaad. Welke games heb ik gezien? Far Cry 5. Aardig. Punt. Aardig. Maar een stuk verder was de Crew 2. Jij was helemaal verbaasd over de Crew 2, hè? Ik was vooral omdat we een beetje gedesillusioneerd waren door Need for Speed, weet je wel. Het viel een beetje tegen. Wat zit je nou? Ja, ik pak ook even mijn biertje. Ik heb mijn bier gemorst. was super vet. Je kan een vrij vliegtuigen, boten, auto's, allemaal in... Hij heeft nu al meer verteld dan in de preview. Staat nu op gamers.nl met precies even informatie. Nou, superleuk. Boten, vliegtuigen, hond. Ga dat vooral checken, allemaal. En ik was bij Ubisoft ook. Ik heb Assassin's Creed Origins gespeeld. Dat was vet. Maar ik heb vooral gehuild van het lachen bij South Park, The Fractured But Hol. En ik heb Spider-Man gecheckt. Ja, dat was wel een beetje een ding. Want, ja, vertel even. Ik zou eigenlijk Spider-Man checken. Ja, echt hilarisch dit. Echt zo'n leuk verhaal. Je gaat huilen van het lachen. Ja, ik heb ook gehuild. Maar de bedoeling was dat ik Spider-Man zou checken. Ik was al van tevoren helemaal enthousiast. We hebben ook de voorbespreking gedaan. Eén ding vertellen. Leo vergeet wel eens iets. Ik vergeet wel eens dingen. Dat is een beetje, genetisch bepaald of zo. Daar geef ik altijd met de schuld van. Maar ik was de cameratas vergeten. Zeg maar gewoon laten liggen bij de plek waar we even hadden gestaan. Dus ik moest helemaal terug naar die cameratas halen. Dacht ik, oké, nou snel naar de metro rennen, ben ik nog op tijd. En toen voelde ik in mijn tas, dacht ik, shit, waar is mijn tapcard? Nou, die zat nog in mijn broekzak van de vorige dag. Dat heb je niet eens verteld. Nee, ja, daarom was ik ook zo laat. Dus toen had ik eindelijk die tapcard gehaald. En toen dacht ik, shit, als ik nou de metro ga pakken, ben ik sowieso te laat. Dus toen heb ik in alle haast... Dus toen dacht hij heel slim, 's ochtends tijdens de ochtendspits... Ik ga een Uber bestellen. En niet gewoon iets duurdere Uber. Nee, welke Uber? De Uber Pool. Dat betekent dat de Uber ook nog stopt andere mensen op te halen. Want dat is zo lekker goedkoop. Mistakes were made. Mistakes happened. En ik ben er niet trots op. Maar uiteindelijk heb ik daar ook de prijs voor betaald. Want ik heb Spider-Man niet kunnen zien. En toen ik moest invallen. En toen zei Peter, dan neem ik het wel over. Ja. Dus heeft hij zich opgeofferd. Ja, dus ik heb Spider-Man gezien. Net zo vet als de persconferentiedemo. Ik had gehoopt iets vetter, maar het was eigenlijk hetzelfde. Ja. En op de Sony booth gebeurde trouwens nog echt iets super vets toen we de preview aan het opnemen waren van Spider-Man. Jongens, dit is echt een van de tofste cosplayers die ik ooit heb gezien. Kijk, hier is die. Kijk hem, hij heeft onze items heeft hij net helemaal destroyed. You fucked up our items. But yeah, you did. But you know, it's okay. You know, we love you because you're... No, it's okay. Because you're awesome. Did you make this yourself? No. But who made it? Oh, we know the game. We're game journalists. High five, man. Wat een lul. Ontzettend lul. Tom, kom eens even beter in beeld. We zien je bijna. Hi. Oh ja, hi. Hi. Tom, even een dingetje. Want jij hebt al een paar jaar sinds je op E3 komt een droom. Trouwens, is dit mijn droom? Nou, je hebt het er wel vaak over gehad al. Ja, een hotdog. Of was het niet de juiste knip? Ja, dat was goed. Oké, dat was wel oké. Ja, nee, inderdaad. Ik zie altijd, voor E3, zeg maar, voor de convention center, zijn ze altijd van die hotdogs aan het grillen. Continu. En die ruiken eigenlijk best wel lekker. En die zien er een beetje shady uit. Maar dan toch denk ik van, vaak in dit land heb je, als je shady fastfood hebt, is het beste fastfood. En daarom dacht ik, het is zover. Ik ga een gigantische hotdog halen na E3. Toch ook wel mooi dan dat dan je droom is. Kijk, dit is wel een droom die makkelijk te bereiken is. Ja, nee, gewoon een lekkere hotdog. Sommige mensen dromen van eeuwige rijkdom. Simpele man. Ja. Simpele man. Geef me een fijne dag en een goede hotdog en ik ben blij, weet je wel. Als zelfbewuste gamesjournalist moet je natuurlijk ook af en toe iets eten. En de vorige keer toen ik in LA was, ben ik dikker geworden. En dat is ook niet zo heel gek, want ik vreet hier echt fucking veel slechte shit. Ik bedoel, kijk dit. Oh yes. Oh, give it to me. Het is echt een bizar lijpe hotdog. Die maken ze hier gewoon altijd voor de convention center. Er staan echt honderden hotdogzaakjes. Allemaal hetzelfde standje, allemaal dezelfde gebroken Engels. Maar love it. Het ruikt zo lekker. En nu is het eigenlijk zover. Laatste dag denk ik van, gooi me toch maar lekker in. Het is ook echt hard nodig. Ik ben nog steeds een beetje hungover van een Twitch feestje. En ik heb nog niet gegeten. Dus ik denk dat het wel tijd is. Right? I don't know. Ik ben wel benieuwd of dit echt lekker is. Come on, kijk ernaar. Oh.
Oh, money shots. Serieus? The fuck is dat? Wil je met jalapeno? Ja. Dacht een paar schijfjes, niet de hele fucking boom. Nice. En sommige mensen dromen er gewoon van dat ze soms iets niet vergeten 's ochtends. Ja. Ja. Maar goed, ik wil trouwens even één ding pluggen. Wolfenstein preview, check die even. Want Wolfenstein, de nieuwe Colossus, man, wat een vette game. Je hebt jezelf nog naar binnen weten te lullen bij die echt, game. Echt, hè? Heel fijn. Je hebt gewoon gespeeld. En leuk dat je even knippen staat, Lek. Ja. Hoe heet het? Nog één dingetje. Journalistenborrel. Dat is ieder jaar. Dan worden alle journalisten en uitgevers worden uitgenodigd op één plek. De Nederlandse, hè? De Nederlandse. Ja, Nederlandse. Niet alle op de wereld. Dat zouden heel veel zijn. Buitenlanders. Nee. Maar dat ging dit jaar niet meer door. Dus het is gecanceld. Dat denk ik budgetair. Maar toen dacht Peter, dacht ik, die dacht, god, dat pik ik niet. Ik wil gewoon borrelen met mijn lieve collega's. Dus ik heb gewoon een appje. We hebben een kettingbrief gestuurd. Ja, ja. Kettingbrief. Oh, een belregister. Zeker. Het eerste uur is uitgevallen, jongens. Ja. Bel jij de volgende op het register? Ja. Ja, ja, ja. Samen met dikke shout-out naar Wiebe van Big Ben Interactive, want die heeft mij geholpen daarmee. En het is gewoon gelukt. We hadden gewoon een journalistenborrel zelf georganiseerd. Het was daadwerkelijk in een plek die een arcade was, maar ook een bar. Want dat krijgen we van onze Uber-chauffeurs dan getipt. Van, oh, zijn jullie gamers? Oh, willen jullie iets drinken? Ik weet wel een plekje. En zo kom je op, zeg maar, de hidden spots of LA. Dat was echt we moeten zelf een reisboek maken, een toeristenboek. Nice. Dat gaan we een keer doen. Ik ben wel voor. Ja. Curated shop, by Uber drivers. Shop.gamersnet.nl. Nice. Het LA handboek. Dat hoort niemand. Nee. Dank je. Ja. Kijk, wat is dat een van de hoogtepunten van de E3 ieder jaar? Dat is de... Uitgeversborrel. De uitgeversborrel. Maar vanwege, ik denk budgettering, ik weet het niet wat het is, ja. Is het dit jaar niet een uitgeversborrel meer? Nee, vooral duidelijk, de uitgeversborrel is een plaats waar de uitgevers drank betalen voor de gamepers en andere uitgevers. Ja, eigenlijk wel. En dan maken we een gezellige social gathering van. Ja. Maar dit jaar ging er dus niet meer door. En toen dat Petertje en Wiebe van Big Ben, die dachten, maar dit pikken we helemaal niet. Want wij willen gewoon zuipen. Wij willen gewoon zuipen. En toen hebben wij een kettingbrief gestuurd. Ja, een soort van. We zeiden ook, als je nu deze brief niet doorstuurt en dan kijk je vannacht in de spiegel, dan zie je Maria en dan gaat ze je doodmaken. Ja. En dus wij hebben dat gedaan en dan blijkt dus, we hebben het gewoon geflikt. Het zijn allemaal Nederlanders. Eén grote gezelligheid. Mensen van Xbox, mensen van Big Ben, mensen van Activision, mensen van Power Limited, van Tweakers. Kortom, één grote gezellige band en we hebben een topavond. En het is ook nog eens een hele vette locatie. Waarom, Leo? Omdat het een soort van, ja, we zaten gisteren in een Uber en vroegen een taxichauffeur wat zijn vette plaatsen voor geeky mensen. Hij zei dit inderdaad. Het zijn alleen maar arcadekasten. Daar staan heel veel flipperkasten, kan je die filmen. Ja, hier zijn heel veel flipperkasten. Hier wordt ook elk jaar de officiële LA toernooi flipperkasten gehouden. En daar zie je live Street Fighter boven de bar, waar hij speelt. Ja, er zijn nog heel veel meer arcadekasten, kortom een soort van Valhalla voor iedere nerd. Multiball! Nice. Tom probeert een muntje in te werpen. Talk to me bro, wat gebeurt er? Keiharde high school set hem aan. Oh! Light effecten. Oh god! Dat is mijn bedoeling. Dat is de tactiek. Game is rigged. Super vette dag gehad dus vandaag. En bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik wil alleen nog wel even teasen naar morgen. Want morgen gaan we op pad. We weten nog niet zo goed wat we gaan doen. Maar we gaan wel iets vets doen. Oeh, teaser. Ja, teaser. Dat denk ik. En dus check dat vooral weer in de volgende vlog. Maar tot die tijd hebben jullie even een taak. Oh, ja. Laat het van je horen. Ja. Wat je ervan vond. Denk je trouwens niet dat mensen het wel gaat opvallen? Dat wij nu doen alsof het morgen is, omdat we dan wel morgen precies dezelfde shirts aan hebben, allemaal. Nee, dat nemen we morgenochtend even op. Oké, precies. Nee, want ik weet van mezelf dat ik van plan ben dat ik morgen weer hetzelfde shirt aan doe als ik vanavond okay, aan. Nee, nice. Dit is een goed shirt. Morgen gaan we dit doen, we komen er niet net van terug. Nee. Dit is Hollywood, hè? Zwart geblakerd van de zon op Hollywood. Dit is make-believe. Dit kan op twee plekken, TV. Hier in Hollywood en in Hollywood. Ja. Hilversum. TV. TV. TV, TV Sports.
Dit is ook geen biertje, dit is een prop. Ja, dus, ja. Oh, ik ben zo dronken met het acting. Ja. Ga je dan altijd de robot doen als je ja. Ik kan dansen. Nice.